De Showmeside was een tijdje geleden te gast op de voorstelling van het album Zandloper van kleinkunstzangeres Ida de Nijs. Die cd werd voorgesteld in de toeristen Meulebeke. Ida is afkomstig van Nederland, maar ze woont al heel wat jaren samen met de liefde van haar leven in België. Er is iemand in dit leven, waar ik steeds opnieuw van hou. Ida doet aan hardlopen op het strand, vandaar de naam van haar tweede album. Het album heet Zandloper en Zandloper staat voor de vergankelijkheid van de tijd. En het is ook mijn passie, hardlopen op het strand. Dus vandaar dat Zandloper de naam is gekozen voor het album. Ida noemt haar album Zandloper een luister-cd. Bart Herman was een van de vele componisten die een nummer voor Ida schreef. Ja, dat was een van mijn producers in Ace Studio. Die kende Bart en die had tegen ons gezegd van, oh, misschien is dat leuk als Bart Herman eens iets voor jullie doet. En die heeft Bart benaderd en Bart zei, oh, dat vind ik hartstikke leuk. Dus die heeft het nummer voor ons geschreven. Het is een country nummer. Ja, de liefde van mijn leven. Dus het is echt een hele vrolijke. Ida heeft de liefde van haar leven gevonden. De liefde van mijn leven, dat is Simon. En Simon is mijn man, maar ook mijn manager. En ja, we zijn gewoon al heel lang kennen wij elkaar, al 40 jaar of zo. Dus dat we dan elkaar weer gevonden hebben, dat is natuurlijk fantastisch. Je bent er vogelvrij, omdat er alles gaat. Ida de Nijs heeft wat met Chris de Bruyne. De zanger was dan ook aanwezig om samen het nummer Amsterdam te brengen. Enorm trots. Chris de Bruyne is er bijvoorbeeld vandaag. En het feit dat ik straks met hem live dat nummer ga brengen, Amsterdam, ja, dat maakt me echt mega trots. Want dat vind ik echt ontzettend leuk.